Goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij ons maandelijkse uurtje Books on Air. We doen een heel klein stukje afbreken, want het is een nummer van 7 minuten. En dat is natuurlijk zonde om zo lang naar mooie muziek te luisteren, terwijl je dat hele stukje hierin hebt gereken. Vanavond in de studio Marijke Vos. Yes. De gast. Heel erg leuk. We hebben net al een beetje een klein voorstelrondje gedaan over wie je bent en waar je vandaan komt. Maar ja, naast al dat zeg maar, ben je ook een enorme boekenworm en je houdt van boeken aaien. Boeken aaien, en boeken knuffelen en boeken ruiken waarschijnlijk ook nog. Je favoriete schrijvers zijn, wat ik zo snel kon vinden, onder andere Sophie Kinsella, Chantal van Gastel, Virginia Andrews, Lisette Jonkman en de schrijfster van, waar we het net over hadden, natuurlijk Outlander. Ja. Die naam. Is het nou gewoon Dianeke Baldon? Ja, ik denk Gabaldon. 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 Dat klinkt eigenlijk maar veel leuker. Maar moet je toch op zijn Engels uitspreken. Gabaldon. Gabaldon. Ja, hey, Diana. Ja, gewoon Diana. Van Diana. Ja. Maar je leest ook graag fantasy, young adult, avonturen, historische romans. En je hebt een weak spot voor George R.R. Martin. Ja. En is dat dan puur de Game of Thrones of gewoon alles wat die man schrijft? Nee, Game of Thrones is dat wel, ja, de rest heb ik nog niet gelezen. En hij heeft ook weer zo met zo'n nieuwe serie, kaarten, wilde kaarten, of zoiets. Nee, maar wel alle Game of Thrones boeken. Ik ben onderweg. En je bent onderweg. Welk deel ben je? 4.1.2. Punt 1 dan. Dat eerste. Ja. Hij heeft dan 6 delen, maar van de 6 delen zijn er 3 delen die uit 2 delen bestaan. Ja. Om het makkelijk te maken. Ja, precies, maar ik ben wel heel blij dat ik eerst de serie heb gekeken. Het is echt vloek in de kerk, ik weet het. Nee, dat zou ik bij deze ook doen. Dat is iets makkelijker om de families, denk ik, een beetje te begrijpen. Ja, dus dat is echt mijn tip. Dus ik wacht nog steeds gewoon tot de serie dadelijk eindelijk misschien een keertje klaar is. En dan ga ik beginnen met, want de boeken staan natuurlijk als hardcover, mooi shiny in de kast. Ja, dat moet, maar... Nee, om te lezen. Het is een hele kluif. En als je dan niet weet wie is, dan... Ik ben blij dat ik een gezicht bij heb. Oh, dat is die met zijn zus. Ah, ja precies. Maar je verslindt dus echt boeken, maar je leest dus het meest chicklit. Ja, nee. Of toch eigenlijk ook echt niet. Wel alles door elkaar. Ook veel young adult, historische romans. Ik wist het echt een beetje af. Okay. Ik lees alleen geen thrillers. Nee? Ik krijg nachtmerries van. Ben je zo'n gevoelig zieltje? Ja. Echt? Ja. Dat vind ik echt zo grappig, hè? Want ze zit hier naast me. Je bent een superleuke, stoere chick om te zien. En je schrijft echt de meest roze boeken die nu kunnen bestaan. Je luistert naar de zwartste muziek die ze draaien. En dan ben je bang voor thrillers. Ik vind het toch... Ja, het is toch een goede combi. Ik compenseer op allerlei vlakken weer. Ja, precies. We schaven hier wat weg en we doen daar wat bij. Maar al het lezen van al die boeken... Dat is ook wel een soort van jouw inspiratiebron. Ja, ik ben er wel echt van overtuigd dat van heel veel lezen je ook ontzettend veel leert over schrijven. En heel goed leest wat je mooi vindt en wat niet. Wat werkt en wat niet. En waarom iets dan mooi is. En op wat voor manier gebruik je het voor jezelf? Ik kijk wel heel erg naar welke boeken waar ik naar opkijk naar schrijvers. En dan wat doen ze dan, waarom ik het zo leuk vind. En dat wil ik dan ook leren en doen. En wie is dan je allergrootste voorbeeld? Ja, dat wisselt wel. Op dit moment vind ik de boeken van Charlotte de Monchi echt heel erg leuk. Ik kan me iets met een winactie op Facebook En nog een winactie. En nog een winactie. Ik heb op een gegeven moment, ik wist dat Marijke heel graag dat ene boek wilde winnen. En we werden ook doodgesmeten met de winacties. Volgens mij heb ik je wel 12 keer getagd of zo. Overal en we hebben gedaan. Nergens. Gewoon niet logisch ook. Maar je hebt hem uiteindelijk toch maar gekocht. Ik heb hem gewoon gekocht, ja. Want toen had je een boekenbon en toen zei je, ik weet nou niet wat ik moet gaan kopen. Toen zei je van, goh, misschien weet je niet. Oh ja! Tuurlijk. Ja, nee, dat was heel erg grappig. Je passie voor schrijven begon toen je een wedstrijd won en mocht bloggen op de site van Live & Cooking. Ja, die van Carlo en Irene. Klopt. Super grappig. En wat voor soort wedstrijd was dat dan? Ja, ik weet niet eens meer hoe ik erop kwam. Het stond op de site of zo dat ze een blogger zochten. Dat zag je gewoon op zondagmiddag terwijl je aan het kijken was. Ja, dat weet ik niet of ze dat gezegd. Ik keek het wel hoor. Rust toe. Volgens mij gaat het lijstje toe. Luistert naar metal. Kijk naar Carlo en Irene. Ja. En toen heb ik een stukje geschreven. En toen werd ik uitgekozen samen met nog wat andere mensen. Met sommigen heb ik nog steeds contact. Dus dat is wel heel erg leuk.
En was dat een wekelijks blog? Of hoe? Nee, iedereen had dan één keer in de maand zijn stukje dat hij mocht schrijven. Super tof. Ja, dat was echt... Hoe lang heb je dat mogen doen dan? Nou, niet zo heel erg lang. Dat was denk ik maar een half jaar of zo. En toen stopte het tv-programma. Toen dacht ik, nou, daar gaat mijn moment op fame. Terwijl dat dan jaren op de tv is geweest en op het moment dat jij ervoor ging schrijven. Ja, dat is wel verdacht eigenlijk. Heel typisch. Ik zie een soort van deze En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar op mijn eigen blog. Ik heb zelf een blog gemaakt en denk ik, ga mee verder. Ja, leuk. Ja, en je bent, je begint over je blog, laat ik daar dan maar beginnen. Je hebt je eigen website marijkesgedijft.nl. Marijkeswereld.nl. Dat staat dan ergens fout bij mij. Ik ga even kijken welke bron dit dan fout vermeld heeft. Ja. Kom op nog op terug. Marijkeswereld.nl. Waar mensen heel veel informatie over jou kunnen vinden en over je schrijfsels en dat soort dingen. En over je schrijfsels gaan we het zo nog eventjes hebben. Maar ze zien daar bijvoorbeeld ook dat jij tegenwoordig freelance tekstschrijver, copywriter en redacteur bent. Of in ieder geval je daarvoor aanbiedt. Ja. Is dat dan iets wat je naast je werk erbij doet? Is daar een goede balans in? Nog niet. Dat is wel wenselijk. Dus het is nu 7 dagen per week werken en dan 's avonds schrijven? Eigenlijk, ja. Zo vat je het wel samen. Ja, ik ben daar vorig jaar november mee begonnen na een opleiding copywriting. En eigenlijk loopt dat heel lekker. En dus moet ik daar ook een nieuwe balans in gaan vinden. En hoe kwam je voor jezelf zover dat je dacht van dit wil ik er gewoon bij gaan doen? Nou, ik weet dat je in Nederland niet echt je geld kan verdienen met boeken schrijven. Dus ik dacht, hoe ga ik dan kijken naar iets wat ik... daar nog naast kan doen. En toen vroeg een vriend van mij of ik de website teksten voor een bedrijf wou schrijven. En dat heb ik gedaan. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik daar iets mee. Vervolgens ben ik die opleiding gaan doen vanuit mijn werk financieel. Dus dat is wel heel erg tof. Okay. En rolde er een opdracht op mijn pad en ging die doen. En toen zei die man, nou, stuur je factuur maar op. Toen dacht ik, factuur. Factuur, dan moet ik een KVK-nummer hebben. Juist, toen ben ik echt alles een beetje hals over kop gaan doen. Dus ik heb me er echt ingestort zonder eigenlijk precies te weten wat ik ermee wil bereiken. Ja, en inmiddels heb ik een aantal vaste opdrachtgevers. Ja, want het is heel erg leuk, want ik las een tijdje geleden dat jij dus ook de content van de website van Sonja Bakker mag vullen. Klopt. Ja. Super cool, maar hoe komt dat dan op je pad? Ja, ook weer allemaal toeval. Sonja Bakker die had een oproep geplaatst dat ze een freelance tekstschrijver zocht. En een aantal mensen hadden mij erin getagd van, Marijk, is er niks voor jou? En ik had gereageerd, dat was in april of zo. Toen heeft ze verder niks meer gehoord. En begin augustus benaderde ze mij van, ik heb heel veel... Ja, dat is helemaal tof. Ja, van, ik heb heel veel opdrachten voor je en heb je tijd? En zoals iedereen, als iedereen zegt heb je tijd, zeg ik altijd... Ja hoor. Oh ja, dat ken ik ergens van. We hadden het net over zo'n leesplanning, toch? Ja, joh, kan wel. Dus het balans is nog even zoekende, maar het is wel heel leuk allemaal. Ja, maar tof. Maar je werkt nu nog wel 5 dagen per week? Nee, ik werkte sowieso 4 dagen per week. In de zorg is het ook wel normaal, om 32 uur te werken. En ik werk nu om de week heb ik al een extra dag vrij. En ik ga waarschijnlijk binnenkort 3 dagen... als maatschappelijk werken en de rest van de dagen gebruiken om te schrijven. Totdat je gewoon doorbreekt in boekenland en dan ga je 3 dagen thuiswerken, 2 dagen schrijven. Dan ga ik alleen nog een boek schrijven. Dat is echt een droom. En voor die rekeningen moet je dan nog een beetje... Boeken schrijven. Nog meer boeken schrijven. Nog meer boeken schrijven. Ja, dat kan. Doen we gewoon. Eigen uitgeverij, hoppa. Als dat zou kunnen. Wel leuk. Ja, we hadden het net al eventjes over je website Marijkes Wereld, niet Marijkes Schrijf. Ik ga echt even kijken waar dat fout ging. Er staan ook een vijftal korte verhalen van jou op. Onder andere Gebrandmerkt, waarmee je de schrijfwedstrijd won of meedeed van Gordijn Publishing. Nee, ik stond op de longlist. Op de longlist. Oh, het woord longlist heb ik er gewoon niet. Longlist of shortlist? Longlist. Ja. Longlist 2015, Gebrandmerkt. Zomerliefde. Dus een verhaal die je schreef voor de Blossomboek schrijfwedstrijd 2016, waarbij je in de beste 10 zat. En gepubliceerd bent in een e-book. Ja. Heel leuk. Oude Liefde. Een schrijfwedstrijd voor winterverhalen. Ja. Niks gewonnen. Nee. Dat is jammer. Goed lachen, denk ik. Dus die hoeven jullie mag niet iedereen te iedereen voor zichzelf worden. Gevonden. Een kerstverhaal ter behoeve van Hebbens We Love Feel Good Adventskalender. Dat was volgens mij vorig jaar. Ja, vorig jaar. Dat een heel leuk initiatief van Hebben. Dat ze, als je je abonneert op de nieuwsbrief, krijg je daar netjes een herinnering van. En op de website kon je gewoon elke dag een We Love Feel Good verhaal lezen. En elke dag was er een andere auteur die daar een verhaal voor
Ben je daarvoor benaderd of kon je je daarvoor aanmelden? Ja, ik ben daarvoor benaderd. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het is altijd heel leuk als mensen naar je toe komen. Ja, precies. Dat vind ik echt een hele eer. Dat je niet met jezelf hoeft te leuren, maar dat ze je gewoon om jou vragen. Dat is super tof. En de bakfiets, een kort verhaal die je schreef voor Valentijnsgenootschap. En wat ik heel erg leuk vond, je stond met een verhaal in de NC boeketreeks deze zomer. Ze hadden een foute zomer, wat was het? Een fijne foute zomer. Pocket. Ook ja, echt op die foto's op Facebook, die waren ook echt. Maar hoe kwam je daar dan weer terecht? Ja, dat zag ik. Ik krijg van proeflezers van manuscripten heel vaak terug van, nou, het is allemaal heel braaf en er zit geen seks in. En als er zoiets aankomt, dan is het, en ze ging naar de slaapkamer. En de volgende ochtend, en toen zag ik die wedstrijd voorbij komen voor een licht erotisch verhaal. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon uit mijn comfortzone en dan ga ik dat wel schrijven. En dan verwacht ik er verder niks van, mocht het niemand lezen, ook mijn vriend niet. En toen kreeg ik dus een mailtje dat ik was uitgekozen en dat ik gepubliceerd zou worden. En toen dacht ik eerst, oh yes! En dan dacht ik, oh nee! Dus, maar ja, maar het is wel tof, want het is wel echt oplagen, zeg maar. Ja, maar goed, ik dacht dan ook... en mijn ouders lezen het, en mijn baas leest het, en heb ik helemaal spijt dat ik hem niet heb. Ja. Komt hij ook nog op je site? Weet ik niet of dat mag, dat moet ik nog eventjes keer nagaan. Ga maar eens eventjes, want die wil Sissy van. Ja. Heel is, ze zit hier nog net niet met blozende wangetjes. Ja, maar als je dat nooit schrijft, dan is het al snel. Maar is het echt een beetje New Adult stout, of is het gewoon zeg maar echt boeketreeks stout? Nee, het is wel echt, het is... dokter, wat doet hij nu? Intro. Hoppa, uitro zeg maar. Oh, het is ook gewoon hoppa. Ja. Oh, heerlijk dit. Nee, hou het ik weet niet zelf wat te verkopen. Hoppa. Oh, heerlijk dit. We gaan weer even een stukje muziek doen en dan gaan we het over al je gepubliceerde werken hebben. Want het zijn er meer dan mensen denken. Maar eerst eventjes Todo met echt.